Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een soort, nou ja, niet echt een unboxing, maar ik heb wel een pakketje. En het is een doos van de Bijenkorf, maar het is niet van de Bijenkorf. Ik heb namelijk een pakketje ontvangen met een aantal items van Oriflame. Die heb ik ontvangen van Sandra. Dus Sandra, als je dit kijkt, super bedankt. Ik ga een aantal producten die ik heb ontvangen testen. Ik weet niet of ik alles in deze video ga testen, want ja, dan ben ik wel heel lang bezig, want het zijn best wel veel producten. Maar ik zal er in ieder geval een aantal testen en mijn mening erover geven. Ik zal sowieso, als ik alles kan vinden, hieronder de links in de beschrijving zetten. En sowieso ook de link van de site en nog een aantal andere dingen. Dus als je interesse hebt in deze producten of meer informatie wil over Oriflame, kijk dan eventjes in de beschrijving, want daar zal ik alle informatie in ieder geval linken. Ik wil er nog wel eventjes bij zeggen, deze video is niet gesponsord. Ik heb wel deze producten ontvangen. Maar ik krijg er niet voor betaald om hier een positieve mening over te hebben of zo. Dus alles wat ik ga zeggen is gewoon mijn eigen mening. Dus dat wilde ik eventjes vooraf gezegd hebben. En voor de oplettende kijker die mij al langer volgt, die ziet misschien dat mijn muur een andere kleur is hier achter mij. Ik heb deze namelijk geverfd. Hij is nu lichtroze in plaats van blauwgrijs. En ik vind het wel super leuk. Dus ik ben er heel blij mee. Maar goed, daar gaat deze video niet over. We gaan nu gewoon verder naar de producten. Nou, in de doos zitten een hele hoop producten. En het gaat ook wel eventjes duren, denk ik, om het allemaal uit te proberen. Ik heb hier sowieso als eerste een boekje van Oriflame. En daar staan volgens mij superveel producten in. Er staan wel heel veel leuke dingen in het boekje. Dus daar ga ik zo meteen in ieder geval nog eventjes doorheen kijken. We beginnen met een shower cream. En dat is deze. Dit is een Love Nature Shower Cream. Pampering Sesam Oil en Magnolia. Dat is dan weer Nederlands uitgesproken. Maar dit is een shower gel. Ik ga eventjes... kan ik dit niet ruiken? Er zit zo'n dingetje op dat het dicht zit. Maar ik was eigenlijk wel benieuwd. Oh, nu zit hij niet meer dicht. Dat is wel een lekker geurtje. En het ruikt niet zo super chemisch of zo. Het ruikt echt een beetje alsof je dit soort bloemen in je tuin hebt. Nou, ik kan zo snel eventjes niet alle informatie erover vinden. Maar als ik dat gevonden heb, dan zet ik dat sowieso eventjes in de beschrijving. Dan hebben we nog een shower cream. En dat is een Moisturizing Shower Cream Milk and Honey Gold. Oh, dat is ook wel echt een hele lekkere geur. Het ruikt een beetje... Nou ja, dat weet je natuurlijk alleen als je dat ooit geroken hebt. Maar bij de Body Shop hebben ze... Oh, ik weet even niet precies welke geur dat is. Maar ze hebben een geur die hier heel erg op lijkt. Hoe heet die nou? Met zo'n bloemetje. Oh, wacht. Ik heb daar natuurlijk een product van. Ik ga dat even ruiken nu. Ik ben nou echt nieuwsgierig. Oh ja, dat lijkt er echt heel erg op. Wat grappig. Ja, ik vind die geuren heel erg vergelijkbaar. Terwijl het helemaal niet dezelfde soort geurnaam heeft. Want ik vind het dus heel erg ruiken naar deze... Body Mist van de Body Shop met de geur Moringa. Het ruikt echt bijna hetzelfde als dit. Alleen is dit iets subtieler natuurlijk, omdat dat Body Mist is. Dus dat moet natuurlijk heel erg geuren. Maar dit is dus een shower cream. Maar ik vind hem echt heel lekker ruiken. Misschien dat hij weer anders ruikt als je hem natuurlijk echt gebruikt. Maar dat ga ik nog ervaren. Even kijken. Dan hebben we nog iets van de Milk & Honey Gold lijn. En dat is een dagcreme. Dat is deze. Hij zit in zo'n potje. Ik zal hem eventjes uit het doosje halen. Het zit namelijk in zo'n potje. Super mooi luxe glazen potje. Oh, nu ruikt het weer heel anders dan die body mist. Nu vind ik het een beetje ruiken naar Nivea. Het is een soort combinatie van de geur van die body mist en Nivea. En ik vind Nivea ook best wel lekker ruiken eigenlijk. Dit is voor droge tot zeer droge huid. Dus dat is wel heel fijn, want ik heb de laatste tijd best wel een droge huid. Vandaag ga ik deze dagcreme uitproberen. De structuur van deze crème is heel vloeibaar. Dus het smeert wel heel makkelijk uit. En het ruikt eigenlijk nog steeds wel naar de geur die ik omschreef de eerste keer toen ik het rook. Oké, ik heb mijn hele gezicht ingesmeerd. De structuur is wel heel fijn, zoals ik net al zei. Want het smeert gewoon heel makkelijk uit en daardoor voelt het... Op het eerste oog niet heel vettig aan. Dus dat vind ik wel fijn. Het is nu nog wel plakkerig. Dus ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat het echt is ingetrokken. De dagcreme heb ik nu ook, ik denk, bijna een week in gebruik. Ik vind de crème op zich vind ik echt super fijn. Hij smeert echt super fijn uit. En hij trekt heel snel in. Dat is echt heel fijn.
Alleen heb ik wel gemerkt dat mijn huid wat roder wordt van deze crème. Want ik gebruikte hiervoor een hypoallergene dagcrème. Omdat mijn huid best wel gevoelig is voor parfumachtige dingen die in crème zitten volgens mij. Ik heb eventjes de verpakking erbij gepakt en er zit inderdaad wel parfum in deze crème. Dus ik heb niet het idee dat die echt optimaal werkt voor mij. Terwijl ik de formule gewoon wel echt heel fijn vind. Want het smeert gewoon zo makkelijk en het trekt zo makkelijk in. En de geur is echt fantastisch. Maar ja, ik denk gewoon dat het niet het gewenste resultaat heeft bij mij. Dus ik vind het lastig om hier nou echt een oordeel over te geven. Als jij hier niet zoveel last van hebt, van dat je een gevoelige huid hebt, dan is deze crème echt top. Het volgende wat we hebben is nog iets van de Love Nature lijn. Waar ook die eerste shower cream van was. Dit is namelijk een haarsmoothie. Een soort haarmasker, denk ik. En het is met de geur banaan. Ik ben heel benieuwd hoe dat ruikt. Maar ik kan dit nu niet openmaken omdat dat zo'n zakje is. Ik ben ook wel benieuwd of het dan mijn haar zachter maakt. Het is voor droog haar. Ik weet niet of ik echt droog haar heb. Maar het zal vast wel fijn zijn. Ik heb gisteravond het haarmasker gebruikt tijdens het douchen. En mijn haar is vandaag wel echt super zacht en het zit op zich best wel mooi, vind ik. Ik weet alleen niet zeker of het komt door het haarmasker zelf of omdat ik een andere shampoo ook gebruikt heb. Want mijn shampoo was op, dus ja, ik heb ook een nieuwe shampoo. Eentje die ik nog nooit gebruikt heb. En ik heb dus ook het haarmasker gebruikt. Dus ik kan niet met 100% zekerheid zeggen dat het door het haarmasker komt dat mijn haar nu zo goed zit. Maar in ieder geval is het haarmasker niet dat het slecht is voor mijn haar. Want anders dan zou mijn haar er nu niet zo netjes uitzien. Wat ik wel vond van het haarmasker. Het was natuurlijk bananengeur. En het was echt wel extreme bananengeur. Het smaakt echt naar van die bananensnoepjes. Ik vond het wel een hele intense geur. Ik weet daarom niet of ik het nog een keertje zou gebruiken. Maar op zich de structuur van het masker vond ik wel heel fijn. En als je dus heel erg van bananengeur houdt. Dan moet je hem echt zeker proberen. Want dan is die echt super geschikt voor jou. Oké, het volgende product is een handcreme. En dat is een handcreme met avocadoolie. Deze ruikt wel heel lekker. Deze ruikt... Ja, ik ga al die geuren vergelijken. Omdat ik het heel lastig vind om geuren te omschrijven. Ik vind deze een beetje ruiken naar zonnebrandcreme. En ik vind zonnebrandcreme best wel lekker ruiken. Dus dit is wel positief. Ik weet alleen niet of ik het echt naar avocado vind ruiken. Het is natuurlijk ook avocadoolie en niet echt avocado's. Maar dat ga ik ook nog uittesten. Het is wel een super grote tube. Ik ga dat wel eventjes uittesten, want ik heb de laatste tijd super droge handen. Ik weet niet of je dat kan zien op camera. Maar overal zitten van die velletjes en zo. Het is echt vreselijk. Het is tijd voor deze avocado handcreme. Ik ben heel benieuwd hoe die gaat zijn. Het is een beetje, ja, niet helemaal wit. Het is wat meer groenig. Ook van kleur. Het is wel heel vettig, voel ik al. Maar het ruikt wel heel lekker. Maar omdat het wat vetter is, smeert het niet super goed uit, vind ik. Ik heb de handcreme nu ook een aantal dagen gebruikt. En ik vind het wel een hele fijne structuur. Hij trekt best wel snel in. De geur is fijn. Alleen werkt hij helaas niet heel goed voor mijn handen. Mijn handen blijven gewoon super droog. Hoe vaak ik ook handcreme opdoe. Terwijl met een andere handcreme die ik eerst had, een neutraal handcreme, dat werkt wel heel goed. En dan heb ik gewoon veel minder droge handen. Dus ik denk dat hier iets van parfum in zit waar mijn handen niet zo goed op reageren. Vind ik wel heel jammer, want ik vind het wel echt een hele fijne handcreme qua structuur en qua geur. En de verpakking is natuurlijk super cute. Misschien werkt het bij andere mensen wel heel goed. Dus het is absoluut niet dat als iets bij mij niet goed werkt of als ik het niet fijn vind, dat jij het niet fijn kunt vinden. Dus als je nou alsnog heel erg benieuwd bent naar deze, dan kun je hem natuurlijk ook altijd zelf een keertje bestellen en ervaren hoe het is. Het volgende dat we hebben is een soap bar. En dit is Sparkling Love. En hier zit gewoon zo'n zeepje in. Het is een hartjesvorm. Ik voel het. Dat is zo schattig. Wow. Oké. Hij ruikt heel sterk. Kijk nou, zo leuk die eruit ziet. Dat is wel echt heel cute. Het lijkt alsof er een soort glittertjes in zitten. Dat is echt leuk. Ik ben alleen benieuwd of dit nou zeg maar een gewone zeep is om je handen mee te wassen. Of dat je deze echt onder de douche moet gebruiken. Maar dat ga ik nog eventjes opzoeken. Het volgende, dat zijn twee maskers. Het zijn twee verschillende soorten gezichtsmaskers. En deze zijn ook van de Love Nature lijn. Ik ben wel heel benieuwd naar die Love Nature lijn. Want volgens mij is dat allemaal van natuurlijke producten gemaakt. Ik vind me er niet op vast. Ik moet me daar nog even in verdiepen. Als eerste hebben we er eentje met
komkommer. En daarnaast eentje met soort bloemen. Ik ga eventjes een van de maskertjes uitproberen. Ik heb net gedoucht, dus daarom is mijn hoofd zo rood. Maar ik ga de komkommer variant vandaag uittesten. Ik ben heel benieuwd, dus ik ga hem opdoen. Het masker heeft nu 10 minuten opgezeten. Dus ik vind het tijd om hem eraf te gaan halen. Dus dat ga ik doen en dan kom ik weer bij jullie terug. Zo, het masker is eraf. Mijn gezicht is nog steeds wel een beetje rood. Maar dat trekt straks denk ik wel weg. Dat heb ik meestal wel als ik gedoucht heb en ook nog een maskertje heb gedaan. Maar wat vond ik nou van dit masker? Ik vond het op zich wel fijn. Ik heb nu wel een hele gladde huid. Dus ik ben ook benieuwd hoe het morgen is. Ik vond de geur van het masker ook wel heel lekker. Want het was dus komkommer. En ik vond het ook wel echt naar komkommer ruiken. En ook niet zo'n hele chemische komkommergeur, maar wel echt een meer natuurlijke komkommergeur, zeg maar. Dus tot nu toe ben ik heel tevreden. Tenzij ik morgenochtend natuurlijk wakker word en mijn hele gezicht rood is. Maar daar ga ik even niet van uit. Als het zo is, dan laat ik dat wel weten. Maar als het niet zo is, dan is het gewoon goed. En dan kunnen jullie er ook van uitgaan dat het een fijn maskertje is. Dan heb ik hier nog een klein doosje met, ik denk, iets van een potje erin. Het is Tender Care Protecting Balm with Beeswax. Oh, wat een schattig potje. Wat schattig. Kijk dit dan. Dit is toch echt heel leuk. Veelzijdige beschermende balm. Maar is dit dan lippenbalsem? Aan de grootte van het potje te zien zou je denken van wel. Ik ga ook deze Protecting Balm vandaag eventjes uittesten op mijn lippen. Ik heb nu best wel droge lippen. Dus ik ga het daarop doen. Maar ik heb dus nog eventjes wat informatie opgezocht. Deze stond dus ook nog in het boekje wat ik had gekregen. En daar heb ik dus ook nog gelezen dat het niet alleen is voor je lippen, maar ook voor je huid. Dus dat je het op droge plekjes op je huid gewoon kunt aanbrengen. Onder andere je lippen, maar denk bijvoorbeeld ook aan je ellebogen of je knieën. Wat ook dus wat drogere plekken zijn op je huid. Deze crème, en die heb ik nu ook een aantal dagen achter elkaar gebruikt. Ik heb hem op mijn lippen gebruikt, maar op mijn lippen vind ik hem niet super fijn, omdat hij voor mijn gevoel niet heel snel intrekt. Dus voor mijn lippen ben ik er niet heel erg fan van. Maar voor andere droge plekjes op mijn lichaam vind ik hem wel heel erg fijn om te gebruiken. Dus hij gaat zeker nog van pas komen. Dan hebben we nog twee serums. Gezichtsserum. Ik heb nog nooit gezichtsserum gebruikt. Ik heb geen idee wat dat doet. We hebben een gouden en een paarsachtige versie. Dit is de Revitalizing Serum. En dit is Lifting Concentrate Serum. Ik heb hier geen ervaring mee. Ik heb geen idee wat dit doet. Ik ga dat nog eventjes opzoeken. Oeh, ik heb twee parfumtestertjes ook. Dat is ook echt super leuk. Als eerste hebben we de geur Amber Elixir Mystery. En de geur Dare to Shine. Ik ga ook vandaag zo'n parfumtestertje uitproberen. De Amber Elixir Mystery. Ik ga een beetje op mijn pols doen. En natuurlijk ook een beetje hier. Misschien moet je het wel zo doen. Geen idee. Oeh. Het ruikt in ieder geval nu best lekker. De parfum vind ik echt top. Ik heb een aantal keer de Amber Elixir Mystery opgehad. Nog niet die andere, maar ik dacht ik wil eerst gewoon eventjes deze uittesten. Ik vind de geur gewoon heel fijn, want hij is niet te overheersend. Dat als je langs loopt, dat iedereen gelijk denkt van wow, die heeft echt veel parfum op. En ik vind dat de geur ook best wel lang blijft hangen. Want aan het einde van de dag, dan ruik ik het zelfs ook nog. Dus dat is echt top. Dan heb ik ook een mascara ontvangen. En dit is de Tremen Douce Big Volume Mascara. Ik ben wel benieuwd wat voor soort borsteltje het heeft. Wow, dit is best wel een dik borsteltje. Ik ben benieuwd. Ik ga deze opdoen. Oké, ik vind het heel lastig om met zo'n borsteltje niet te knoeien. Dus er zitten wel een aantal vlekjes, maar die haal ik zo nog eventjes weg. Maar dit is het verschil. Hier heb ik de mascara wel opgebracht en hier heb ik nog geen mascara op. Op zich vind ik het wel mooi, maar zoals ik al zei, het grote borsteltje vind ik persoonlijk best wel lastig om mee te werken. Ik heb de mascara nu, ik denk, bijna een week in gebruik. En ik vind het op zich best wel een mooie mascara. Alleen het nadeel, wat ik volgens mij ook al gezegd had toen ik hem voor het eerst opdeed, vind ik dat het borsteltje best wel dik is. En ik persoonlijk vind dat niet zo heel erg fijn werken, want ik knoei dan heel snel hier zo. Maar verder vind ik het resultaat van de mascara wel heel mooi. Dat mijn wimpers wel heel mooi zitten door deze mascara. En dan zijn we aangekomen bij het allerlaatste product.
En dat is een nagellakje. En dit is de kleur Juicy Peach. En het is een beetje een rood-rosachtig kleurtje. Ik ben zelf iets meer van de nude kleurtjes. Maar voor in de zomer is dit denk ik wel leuk. Die zal ik sowieso gaan testen in mijn weekvlog. Nou, dan waren dat alle producten die ik heb ontvangen. Ik ben heel benieuwd hoe ik alles ga ervaren en wat ik ervan vind. Dat heb je allemaal al tussendoor gezien in deze video. Op het moment dat ik deze video film heb ik nog geen idee zelf. Laat me vooral eventjes weten of je deze video leuk vond. En of jij misschien ook iets wil gaan kopen van Oriflame. Ze hebben volgens mij ook dat ze een soort van Oriflame parties organiseren. Dus dat je thuis iemand kan laten komen die allemaal producten meeneemt. En dat je alles kan testen en zo. Dat is ook heel erg leuk. Maar dan moet je allemaal eventjes op de site kijken. Wat ik allemaal hieronder in de beschrijving zal linken. En dan kan je daar gewoon zelf eventjes rustig induiken. Als je het leuk vindt. Ik wil Sandra nogmaals bedanken voor het opsturen van dit superleuke pakket. En al deze items. En dan hoop ik dat je deze video leuk vond. Vergeet vooral niet te abonneren op mijn kanaal. Zoals ik net al zei. En hopelijk zie ik je dan weer in mijn volgende video. Doei!